Hartelijk welkom in deze online cursus over Middel-Nederlandse literatuur. Deze MOOC, deze Massive Open Online Course, is het initiatief van 7 jonge collega's van de Universiteit Antwerpen die gepassioneerd zijn voor onze oudste Nederlandse letterkunde. Met hun enthousiasme hebben ze meer dan 30 vakgenoten uit Nederland en Vlaanderen voor dit project weten te winnen. Daar zijn historici en theologen bij, boekwetenschappers en taalkundigen, jonge hemelbestormers uit de digital humanities en traditionele filologen, gravers in de diepte en geëngageerde vertellers. En alle willen ze ons doen delen in hun kennis van de middeleeuwse letterkunde. De MOOC neemt ons mee naar een wereld die enerzijds nog goed herkenbaar is, naar Brugge en Gent, naar Brussel en Antwerpen, naar Den Haag en Maastricht. We maken kennis met een taal die een onmiskenbare voorloper is van het huidige Nederlands. We zien teksten voorbij komen die nog steeds tot de verbeelding spreken, zoals Heban Olafogala en het Egidiuslied. En we ontmoeten figuren die we tot ons literair patrimonium rekenen. De Vos Reinaert, de non Beatrijs, Hendrik van Veldeke en Jacob van Maarland. Maar anderzijds onttrekt die middeleeuwse literatuur zich vaak aan wat we denken ervan te weten. Is Heban Olafogala wel echt het oudste Nederlandse versje? Koos Egidius wel de dood? Is Reinaert zo'n sympathieke schelm? Is Hendrik van Veldeke echt onze eerst bij naam gekende dichter? En waarom is Maarland, die een hekel aan fictie had, toch een van onze grootste schrijvers? Het spannende van oude literatuur is dat ze ons kan binnenleiden in de geesten en harten van degenen die voor ons hebben geleefd. Wat zij dachten en voelden is lang niet altijd verheffend. Er is religieus fanatisme, wraakzucht, geweld, misprijzen voor de vrouw, een diepgewortelde standenhiërarchie. Maar mystici als Haduig en Rusbroek herinneren eraan dat God liefde is. Hoofse dichters prijzen zelfbeheersing en elegantie aan. Minnezangers bezingen de volmaakte vrouw. Een Jan van Boendalen aarzelt niet om leken boven geestelijke te stellen. Net als alle periodes waren de middeleeuwen een tijd van felle tegenstellingen en innerlijke contradicties. Een tijd dus die zich aan makkelijke veralgemeningen onttrekt en van ons, moderne mensen, nuancering en bescheidenheid vereist. Een sterk punt van de moderne media is dat tekst er vergezeld kan gaan van beeld en klank. Literatuur was in de middeleeuwen in de eerste plaats stem. Ze was meer gericht op luisteraars dan op lezers. In deze MOOC hoort men dan ook vaak het Middel-Nederlands klinken. En dan blijkt die taal vaak makkelijker te begrijpen dan wanneer je ze leest. De MOOC neemt ons ook mee naar de belangrijkste bibliotheken van ons taalgebied en laat ons de handschriften en oude drukken zien waarin de teksten zijn bewaard. We zien het prachthandschrift van de Beatrijs en krijgen zo een indruk van het luxueuze milieu waarvoor het vervaardigd werd. De aan stukken gesneden resten van epische verhalen over Karel de Grote vertellen ons dan weer over de ondergang van wat ooit mode was. We krijgen ook handschriften te zien die zo broos zijn dat ze de kluis bijna nooit verlaten. Deze MOOC geeft iedereen die dat wenst
toegang tot manuscripten die zelfs voor doorgewinterde specialisten vaak een gesloten boek zijn gebleven. Tijd dus om met de verkenning te beginnen. Systematisch, van college naar college, of in een wilde zigzag, van klip naar klip. Maar op welke manier u het ook aanpakt, hier past het woord waarmee Jacob van Maarland één van zijn werken aanprijst. Hier vindt hij reine dagkortingen en de ook ware leringen. Hier vindt u voortreffelijk vermaak en bovendien betrouwbaar onderricht.